Joshua Lima, laten we beginnen met het meest cruciale moment in deze wedstrijd. De strafschop die jullie tegenkrijgen. Wat gebeurt daar in jouw ogen? Ja, Belhassani heeft de bal aan de linkerkant van de 16 meter. Ik hou hem voor me. Uiteindelijk wil hij een voorzet geven, ik probeer hem te blokken. En ik heb mijn hand volgens mij voor mijn lichaam of langs mijn lichaam, ik weet niet meer precies. Ja, de bal komt wel tegen mijn hand aan, maar van ik denk een meter of een halve meter. Ja, ik kan maar een moeilijk eraf hakken. Dus ja, hij kan er wel tegenaan, maar ja, ik vind het wel makkelijk gegeven. En dan is het weer zo'n moment wat jullie eigenlijk breekt in zo'n wedstrijd. Ja, klopt. Als je denk ik de wedstrijd hebt gezien, hebben we echt niks weggegeven. En hebben we bijna geen kansen gehad volgens mij. En ja, dan is het weer zonde dat je sowieso weer een penalty tegenkrijgt. Ja. Nou pakken jullie een punt nadat je 9 wedstrijden op rij hebt verloren. Dan zou je ook kunnen zeggen dat is dan al winst, weet je wel. Maar dat lijkt me toch moeilijk zo kort naar de wedstrijd. Ja, als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden, kan je denk ik wel tevreden zijn met een punt. Maar als je de wedstrijd hebt gezien, vind ik dat wij vandaag 3 punten verdienen. Want, wat vond je van jullie spel vanavond? Ja, ik vond dat we gewoon fris speelden. We tikten gewoon, we voetbalden. Het publiek ging al snel fluiten. Heracles kwam moeilijk onderuit. Ze hebben volgens mij alleen maar lange ballen gespeeld. Dus ja, ons spel was denk ik gewoon prima in orde vandaag. Vroege voorsprong, dat maakt het voetballen dan ook wat lekkerder, kan ik me voorstellen. Ja, tuurlijk. Als je vaak achterkomt is het ook lekker om een keer voor te komen. Net als vorige week. Ja, dit keer hebben we het lang volgehouden. Alleen toch weer zo'n kut momentje. Dan blijven we steken op 1-1. Er werd vooraf gesproken over het belang van deze wedstrijd. Een 6-punten duel, belangrijk onderin. Met een punt schiet je ranglijst technisch weinig op. Het gat blijft wel groot zo. Ja, klopt. Wat iedereen zegt, daar kijken we eigenlijk niet naar. We kijken het gewoon wedstrijd per wedstrijd. En vandaag hebben we een goede stap gezet. En als we deze lijn doortrekken, dan weet ik zeker dat er meer punten gaan komen.